Dit is de laatste uitzending van Wat doen ze daar nou eigenlijk? We waren op bezoek bij 30 bedrijven en het allerlaatste bedrijf van onze serie is De Heus en we praten met Jan Donkers. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Jan, wat doen jullie hier nou eigenlijk? Ja, wat doen wij hier? Voer produceren. Mengvoeders. En het, in het bijzonder op deze locatie voer voor pluimvee. Ook alleen maar voor pluimvee. Dat is niet helemaal eerlijk. Ook een heel klein beetje visvoer. Wij maken voer voor de binnenlandse markt. De binnenlandse markt is, alles wat in de bulkwagen weggaat. Een beetje de grens over Duitsland, België. Dat zien wij ook als een binnenlandse markt. Alles wat in de bulkwagen weggaat. Vroeger, toen er Meulemans was, wat de meeste mensen in Ravenstein ook nog kennen, want het is altijd de Meulemans. Ja, ja, ja. Ja, toen werd er hier ook rundveevoeders geproduceerd en natuurlijk varkens, kippen, alles door elkaar heen. Nou, dat is tegenwoordig niet meer. De Heus heeft echt fabrieken die gespecialiseerd zijn in de verschillende soorten vee. Ja. Dus hier pluimvee. En dan dus inderdaad een gedeelte binnenland, in de bulkwagens. En een groot gedeelte in zakken voor de export. Om voer te maken moet je uiteindelijk grondstof ontvangen. En wij ontvangen grondstoffen per schip en wij ontvangen grondstoffen per as. En waar komt wat voor grondstof is het dan? En waar komt het dan? Wij verwerken hier, dan pak ik even de hoofdmoot, mais, tarwe, mm-hmm. Zonnepitten, ja. Soja, raapskroot. Okay. Ja, een beetje wisselend waar het vandaan komt. Wij hebben het liefst Oekraïense mais. Maar ja, op het moment dat ik dat zeg... Is het een beetje lastig? Ik weet je al dat op dit moment best wel lastig is. Ja. Waarom willen we dat graag? Nou, omdat die kwalitatief heel erg goed is. Braziliaanse soja komt hier binnen. Dus de eiwitbronnen. Raapskroot komt heel veel... En het komt allemaal per schip binnen hier? 80% van wat wij produceren, plus minus 80%, komt per schip binnen. Een voordeel, als je kijkt naar de locaties van de Heus, zitten met name aan een vaarwater, en het liefst een groot vaarwater. Ja. Want de grondstofontvangst per schip is gewoon vele malen goedkoper en sneller. Vervoer over water de juiste weg. Absoluut, dat is heel juist gezegd. Wij krijgen samenstelling aangereikt, orders aangereikt vanuit Ede. Ede is ons hoofdkantoor. Daar komen de orders binnen van de klanten. Dat is alleen maar uitgebreid dat bijna alle klanten hun eigen voer hebben. Het kan soms maar een heel klein beetje van elkaar verschillen, maar ze hebben hun eigen samenstelling. Als je in onze fabriek kijkt en we gaan dus produceren, wordt er vanuit de silo's gedoseerd. Uiteindelijk inderdaad alles wat afgewogen is en dus of gemalen of gewalst, komt bij elkaar in een menger. Ja. Dan wordt er dus gemengd, komen de vloeistoffen erbij. Nou, en vervolgens vanuit de menger gaat het dus of naar de silo waar het geladen kan worden voor de binnenlandse markt, of het gaat naar de concentratenlijn en vervolgens dus naar de afzak. De productie en de productieplanning wordt hier aangestuurd, maar de logistieke planning wordt vanuit Ede aangestuurd. Oh. Wat betreft de bulkwagens. En de rest? De logistiek van de containers gaat in combinatie met Ede. Dus dat is gedeeltelijk Ede, maar ook voor een gedeelte vanuit Ravenstein. Ja. Wij hebben hier dus ook een bedrijfsbureau waar 4 mensen werken. Ja. En hoeveel mensen werken er in totaal bij hier? Op deze locatie werken in totaal 32 mensen. En dat is voor een locatie van De Heus best wel veel. Ja. Ja. Ook als je dan kijkt, wij zijn niet de fabriek die de meeste tonnen produceren. Maar omdat wij dus die exporttak erbij hebben, we hebben mensen nodig voor de afzak, we hebben heftruckchauffeurs nodig, we hebben mensen nodig om de containers te vullen. Maar dus het is niet alleen kantoorpersoneel? Nee. Ah, okay. In principe werken wij van 's maandags morgens 6 tot zaterdagsmiddags 2. Oké. Okay. We hebben het wel altijd over een 24 uur maatschappij. Nou, wij draaien geen, dat is ook alleen geen 7 dagen in de week. Maar als ik het kort samenvat, is het eigenlijk zo van dat er hier een schip aankomt met mais, zonbloempitten, wat noemde je. En dat wordt dan hier in een machine gegooid, gemengd. Voor elke klant een andere menging. Ja.
Ja, dat vind ik echt heel verwonderlijk, ongelooflijk, ja? Dat ze kan. Okay. En dan wordt het of in zakken gedaan, of in de bulkauto gedaan en ja. Dan wordt het weggereden. Ja, het is wel heel kort en heel... Nee, maar het is in maar, grote lijn, klopt dat wel. Ja, en ja. Eigenlijk is het vooral een hele grote logistieke operatie. Het is heel veel logistiek, zowel de aanvoer van grondstoffen als de afvoer van bulkwagens en dus de containers. Maar ook intern is het logistiek. Ja. Logistiek is een woord wat we misschien niet zo vaak gebruiken, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig is. Ja, ja. Hoeveel vracht komt er binnen en hoeveel vracht gaat er uit op een dag? Ja, pak ik even totaal tonnage. Ongeveer? Als ik naar vandaag kijk, gaan er 26 containers weg. Nou, dat is wel een beetje een gemiddelde. En ik denk vandaag een 15 vrachten bulk. Als ik gewoon kijk naar onze omzet... Dit jaar, op dit moment is het dus wat minder, maar produceren wij en voeren we zich af 6.000 ton in de week. Ja, 6.000 ton in de week. Het is ongelooflijk dat er zoveel veevoer nodig is, alleen voor pluimvee, zoveel nodig per dag. In het binnenland zijn we een klein beetje buitenland, maar niet zo heel veel, zei je, dus ja. Maar dan inderdaad, wij maken best veel voer. Maar er zijn ook heel veel collega's die nog heel veel voer maken. Ja, en zowel grote collega's als kleinere. En dat zijn er best wel. Dus er wordt binnen Nederland ook best veel voer geproduceerd. Hmm. We hebben best wel veel boeren. Ja. Als klant. Maar het zijn boeren, maar zijn veel, boeren, veel, maar het zijn onder. Het zijn veel echt, dieren, dat zijn er gewoon fabrieken. Veel dieren, maar even terugkomen, boeren, het zijn echt ondernemers. Ja. Van klein tot groot. Ja. Nou, hartelijk bedankt. Wij weten denk ik hier in de Ravenstein en omgeving een beetje van wat de Heus nou eigenlijk doet. Dankjewel. Graag gedaan. Het mooiste onderdeel van de Heus. Dit geweldige uitzicht. Goed, dat geloof ik. En zeker voor mensen die in Ravenstein wonen. Is dit een geweldig uitzicht. Ja, fantastisch. Met nieuwe medewerkers. Niet alleen van Ravenstein, maar ook van andere vestigingen. Die krijgen dus een introductiedag. En daar hebben ze ook een rondleiding op de locaties. Morgen komen er een aantal hier. Dus 22 september. En die laat ik altijd even het uitzicht zien. Ja. Omdat het geweldig is. Ik zal altijd even vertellen over het stadje. Ja. En over onze collega's in Os. In Os. Ja, we hebben een geweldig mooi uitzicht. Ja, en de Maas en alles. Ja, fantastisch. Ja, wat een uitzicht. Je ziet hier alles bij elkaar. Hè. Je ziet dus inderdaad de A50. Ja. En de snelweg, maar ook het vaarwater. Ja. Ja, daar komt dat overheen hoor. Ja. Doorheen.